Goedemiddag. Het millennium. Ja, vorig jaar maakten we ons er allemaal druk over. Lagen boekjes in de winkel en laat ik van niet vergeten mijn eigen boekje, Bitbang. Maar het is weer een beetje weggeëpt. Bijna iedereen in Nederland weet dat er een millennium-platform is. Er zijn mensen die zich druk maken over hun eigen computers, dat je aan je PC wat moet doen. Maar hoe staat het eigenlijk met dat onderwerp millennium? Moeten we al onder de grond? Moeten we goud gaan kopen? Moeten we kaarsjes gaan kopen? Het is niet helemaal duidelijk. Ik ga... Ik, ik, u weet, ik ben daar vaak mee bezig. Ik werd van de week gebeld door Bert Nijmeijer, die is journalist en die is bezig met een verhaal erover voor het blad Memory. Nou, dat is leuk. Memory Wat, Magazine. magazine. Wat is Memory Magazine? Memory Magazine is een, uh, ja, een landelijk blad voor studenten en pas afgestudeerden en dat ligt op universiteiten, HAO's, HTS'en en dergelijke. Studentenblad. En de redactie heeft besloten er mag wel eens wat gedaan worden aan het millennium. En Nou ben jij een beetje aan het rondkijken? Nou ja, het gaat vooral over een beetje de insteek, de rol van uh, zeg maar wat uh, dan wel eens omschreven wordt als professionele paniekgoeroes. Uh, uh, mensen die. Uh, ah, daarom zit je bij mij. Ja, 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 ja. ja daar is over nagedacht uh, van tevoren. Nee, mensen als uh, Peter de Jager uit, uh, uit Canada, Ed Jardani uh, en Ed Jordan. En uh, u schijnt een beetje de Nederlandse variant uh, daarvan te zijn. Tenminste, uh, ja, iemand dan die. Ik we de achtergronden even duidelijk maken. Uh, de Jager is een consultant die ondertussen een vrij aanzienlijk bedrijf heeft opgebouwd. Waar hij dus adviezen geeft. Hij heeft een website, uh, world2000.com of iets in die reis. Jardini uh, werkt voor de Deutsche Bank als analist. En Jordon is een econoom. Nou, dus die drie mensen die schrijven boeken. En ...met een iets verschillende invalshoek. Hè. Bijvoorbeeld Jardini was dan een man die dus vooral kijkt naar de economie en de beurskoersen. En die drie mensen die hebben uh, al anderhalf jaar geleden eigenlijk de toon gezet... ...zeker Peter de Jager, met dat idee van dat gaat helemaal fout. Nou is heel duidelijk dat wat Peter de Jager eigenlijk al sinds 1995 doet heel goed is... ...want er was wel degelijk reden voor ongerustheid. Je kunt je afvragen of de wat er nu gebeurt, hier en daar, wat er gezegd wordt. Oh, jee, het gaat helemaal mis. En de, of dat wel terecht is, daar, daar geloof ik niet in. Mijn visie is overigens een andere. Ik ben niet een paniekgoeroe. Ik zeg jongens, laten we vooral eens kijken naar de psychologische benadering van dit probleem. Wat gaat er gebeuren als er helemaal niks fout gaat? Wat is de situatie in Nederland, zelfs als er geen bitje fout gaat? Nou. Dat is toch een andere manier naar de dingen kijken dan wat die, die mensen schrijven, of niet? Nou ja, ik uh, kan me voorstellen dat die mensen dan bijvoorbeeld geen werk meer hebben. Uh, na die tijd. omdat ze zich zo erg druk hebben gemaakt. Um, ja, om dat millenniumprobleem te uh, promoten. dat ze, ja, ze zeg maar een beetje voor schut staan. En het is een beetje een modewoord. maar dat hun geloofwaardigheid nogal is aangetast, volgens mij. Dat weet ik niet. Ik denk dat Peter de Jager met zijn verhaal van je moet in de eerste instantie goed naar de industrie kijken. Daar is gekeken. Er worden nog heel veel fouten gevonden hè, in, die, in al die programma's. Dus dat is zeker nuttig werk. Ik denk ook dat daarna, dus als het eenmaal het jaar 2000 geweest is... nog een heleboel problemen naar boven komen. En dat die man nog jaren werk heeft. Als hij gelijk zou hebben, hè, in de zin dat er echt een, een, een totale ramp gaat ontstaan... dat is eigenlijk niet zijn mening, maar goed, als er een, een totale ramp zit... Dan, dan zijn wij dan als Goeries een soort heiligen, want dan hebben we het voorzien. Ja. Nou ja, maar kijk, er is natuurlijk al een officieel uh, platform, het Millennium-platform, wat uh, de problematiek bij de uh, Nederlandse bevolking onder de aandacht wil brengen. En ze doen dat door middel van spotjes, waarin van die ondernemers uh, in beeld komen die uh, zeggen. Maar wacht, hè, je, zegt, je noemt het een officieel platform. Dat is alleen maar in zoverre officieel dat de Nederlandse regering daar geld ge geeft en geholpen ge heeft bij de oprichting. Het is een initiatief van een aantal bedrijven, mm -hmm. van Philips, van bedrijven, van organisaties waar zich nu ook de verzekeraars en de accountants hebben aangesloten. En als je dat goed analyseert, is het dus een groep mensen die vooral vanuit defensief oogpunt die zaak hebben aangeslingerd. Want als je natuurlijk computers verkocht hebt of computerprogramma's of uh, boekhoudprogramma's die fout gaan, dan uh, ben je wel een beetje verantwoordelijk dat dat wordt aangepakt. Als je dus klanten hebt als Philips die allerlei apparatuur hebben gekocht, dan is het toch wel verstandig om je klanten te waarschuwen. Zeg jongens, kijk er eens naar, laat ons er naar kijken, huur een consultant in. Dus ik vind dat Millennium Platform is dan wel, wordt wel gezien als de officiële club, maar er, is, er zijn heel andere half of heel officiële clubs zoals het Millennium Platform Zorg. Er worden vanuit allerlei industrieplatforms gevormd. Um, ik vind het heel jammer dat de vakbonden en de consumentenbond zich daar niet... In hebben georganiseerd, daar heb ik ook voor gepleit om een nationaal millenniumcomité te maken. met dat soort achtergronden, de burger. Maar ik vind het dus niet juist om te zeggen dat er een officiële uh, millenniumclub is. Nee, die is er juist niet. Er is een officiële club van bedrijven die zichzelf verdedigen en die, die proberen te, te zorgen dat er nog wat aan gedaan wordt. Ja, maar de, de overheid die heeft daar toch ook een, die doet er toch ook aan mee. Je geeft daar geld aan, maar het is dus geen overheidsclub. Ja, en u vindt dan ook dat, dat het te veel gefocust is op het bedrijfsleven? Als ik u goed begrijp. Ja, ik vind dat het verdedigende aanpak is. Als je nou dat verhaal hoort van die 1 miljard van die verzekeraars. Hè. Die verzekeraars hebben dus gezegd: "Jo, dit is eng. Nou, en zoals verzekeraars en banken doen, als het gaat regenen, halen ze de paraplu weg. En ze hebben dus met ons allen gezegd: wij doen hier niet meer aan mee. Wij, wij beperken ons risico. Eenzijdig hebben ze dat gezegd, tot 1 miljard gulden. Nou, klinkt toch een heel bedrag, maar als de een paar uh, onverlaten een museum leeg halen op de nacht van het, uh, van het millennium, omdat het alarmsysteem niet meer werkt, en ze halen 6 raimons weg en 3 vermeerst, dan ben je al aan het miljard. Als er ergens één groot bedrijf in vlammen opgaat, zit je daar ook al aan. Dus dat miljard is een, een druppeltje. Uh -huh. Die verzekeraars hebben gezegd: wij wij willen geen risico lopen. Over oude polissen, Zeggen we dat u er maar zelf maar wat aan moet doen, een zorgplicht. Voor nieuwe Polissen nemen we dat risico niet meer. Dus waar dat millennium platform, of waar de overheid eigenlijk was, had moeten opkomen voor de belangen van de burger en het bedrijfsleven. Maar dat doen ze toch ook? Ze gaan toch met ingang van juni, juli heb ik begrepen, een landelijke nou ja, maar campagne, en om dit of... TV en radio beginnen ja, maar met spotjes. Maar waar het nou om gaat is dat, dat de overheid tegen die verzekeraars had moeten zeggen, ja maar jongens, 1 miljard... Jullie zijn toch verzekeraars? Jullie hadden dit toch zien, kunnen zien aankomen. Jullie hadden, dat is nou waarom mensen zich verzekeren. Als er iets onvoorziens komt, wat helemaal hè, waar je dus door in de problemen kon komen, daarvoor ben je verzekerd. Dan mag je niet eenzijdig als verzekeraar zeggen. Oh ja, maar die, die hebben we niet aan gedacht. Sorry, dit valt buiten de voorwaarden. Ja? Maar ja. Dat hebben ze dus gedaan. Kijk, er staan al allerlei voorwaarden in een verzekering, zoals molest en uh, atoomrampen en oorlogen. Maar deze, die toch eigenlijk de schuld is van part aanwijzbare partijen, fouten die aanwijzbaar gemaakt zijn, dat is nu uitgesloten. Nou, daar had de overheid wel eens wat aan kunnen doen. Zijn die mensen daarvoor uh, verantwoordelijk te houden? Ik bedoel, dat ze die systemen waar u het over heeft die zijn allemaal jaren geleden ont ontwikkeld. En misschien, uh, ik kan me voorstellen dat die mensen die ze maakten... ervan uitgingen dat uh, de tegen de tijd dat het probleem zich zou voordoen... wel weer andere, nieuwere systemen... Uh... Zo, zo zijn we daar. Ik heb ook in de software geschreven... in die tijd de belastingpakketten. Gelukkig voor jaren die nu meer gelden. Maar ik weet zeker, als u mijn belastingpakketje... voor de Commodore 64 uit het jaar 83 zou proberen... dat het absoluut misgaat op het moment met het millennium. Ja, is het daar een zekere verantwoordelijkheid? Is dat ook een, een verwijtbare verantwoordelijkheid? Dat weet ik niet. Maar als jij een... Het is een beetje een extreem geval, maar als jij een computertje in je. In je een een, een, een peacemaker een zou hebben. En die hebben ze goed gecontroleerd ondertussen. Maar stel dat zo'n ding uh, faalt. En jij uh, op 3 januari dood blijft omdat dat ding het niet meer doet. Wie is dan verantwoordelijk? De mensen die dat ooit over het hoofd gezien hebben? Um, ja, dat vind ik, ook, ik. Gewoon pech. Dat vind Nou, dat sowieso. Dat lijkt me een beetje ongezellig, uh, oud en nieuw inderdaad. Maar ja. Mijn kennis daarover is een klein beetje beperkt, maar zoals u al zegt, dat, dat wordt gecontroleerd, allemaal. Dat die door wie dan? Die dat, die dat hebben? Ja, maar door wie wordt dat gecontroleerd? Er is door de overheid gezegd, door onder andere millennium platform zorg en allerlei ziekenhuizen, die hebben gezegd: Ja, wij, dit is een probleem. Men is wakker geworden. Mm -hmm. Ook het millennium platform heeft eraan gewerkt en die boekjes van Juridon en zo. Dus is men gaan spuren. en zeggen: Kijk eens, we hebben hier medische apparatuur staan. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Zij ze proeven gaan doen en maar daar. U heeft het nou over die embedded systemen, zou maar zeggen. Ja, dat, allerlei, dat Allerlei computers. Leken die weten die hebben totaal geen weet van waar allemaal computerchips en dat soort dingen in zitten en waar uh, de problemen zich kunnen voordoen. Maar, maar iedere leek weet, die, die een computer thuis op de zaak heeft, dat een heleboel van die computers niet um, uh, proof zijn. Dat dat. dat weet weten heel veel mensen. Maar, maar dat is tot op, op zich, ja, uh, dat je computer er dan niet meer doet, dat is vervelend. Maar het is niet, uh, je gaat er niet uh, dood aan of zo. Het is nee, maar, niet, maar dat geeft je, je dus te denken. is een hele grote ramp. Nee, het... maar, maar... Als zo'nzelfde computertje nou gebruikt zou worden om uh, een shellraffinaderij aan te sturen, dan gaat het dus wel mis. Mm -hmm. nou, dan, nog, dan nog is het dus een zuiver financiële kwestie, zou ik maar zeggen. Als je... je weet waar dat computertje staat en wat je eraan moet doen, ja. Ja, en dan, dan kost het geld en dat is heel erg vervelend. En nou, daar zijn ze nou toch mee bezig, omdat uh, hele legers-IT'ers die worden ingezet om uh, dat allemaal. Het lijkt dus tegen te vallen, want die legers die zijn, uh, zijn uh, opgetrommeld hè, door het Millennium Platform. En dat geven ze ook toe dat dat een grote fout is geweest. Ze hebben 5000 mensen ingezet, hè. die hebben ze gezegd van uh, op lijsten en die zijn beschikbaar. Maar er zijn er nauwelijks van gebruikt. Want de bedrijven blijken hun problemen zelf op te lossen of naar gespecialiseerde consultants te gaan die dat doen. Dus dat idee van we hebben een heleboel millenniumwerkers nodig blijkt niet te kloppen. Aan de andere kant kun je zeggen: Ik geloof ook wel dat in Nederland de problematiek op het gebied van administratieve computers en procesbesturing redelijk in de klauwen zit. We zitten een beetje op een niveau dat er nog wel wat over het hoofd gezien zal zijn. Begrijp je, er zal ja. in het grote systeem op Schiphol nog wel eens een koffertje verkeerd gaan. En er zal wel eens wat stroom uitvallen hier of daar. en een lift zal blijven steken. Maar dat zijn over het hoofd geziene toevalligheden. Geen grote rampen. Uh... Nee, neem nou aan dat in Nederland. Dat in, laten we zeggen. in de weken na 1 januari. 5% van de daarvoor gevoelige systemen. nog een probleem gaat vertonen. Sommigen zullen helemaal niks van merken. omdat er gewoon er een nulletje verdwijnt. of een, een, een. je naam is niet goed gespeld of een accentje verdwijnt. Of een rekening komt niet aan, nou, dat, dat, dat trekt zich wel bij. Het grote probleem is nu dat, aangezien wij veel geld hebben uitgegeven om al die kleine foutjes eruit te halen, en dat zijn er toch heel veel geweest, er landen zijn waar ze dat niet gedaan hebben. En daar ga je dus een probleem krijgen. Ja, maar um, ook zelfs, uh, we, we, ik wil u dan graag een vraag stellen. Waar, zelfs als je mensen daarmee confronteert, van uh, ja, stel dat er nou in Polen of in Rusland of uh, dat, soort dingen, uh, dat soort landen heel veel misgaat. Um, en ze komen allemaal hier naartoe. Dat is een van uw stellingen. Dat is een van de risico's die we lopen. Dan wordt er alsnog gereageerd van, ja, maar als ze daar dan zulke grote problemen hebben, dan zullen de benzinepompen het ook wel niet meer doen en de auto's ook niet meer. Dus dan, uh, dan valt het allemaal wel weer mee. Ik, waardoor... Nou, komt dat, ja, denkt u, dat uh, het grote dat niet publiek daar zo lakoniek op... Uh, Omdat ze niet zien, ik uh, sprak gisteren nog met uh, minister Roger van Bokstel, he, dus de minister van Millennium-problematiek. En toen heb ik hem nog eens op het hart gelukt zeggen: die, die, die bottom-up benadering waar ik dan voor pleit. De top-down is die van de millennium-platform. wij regelen het voor u. Maar nou, bottom-up. Dan gaat toch allemaal mensen die er geen verstand van hebben, zich er tegenaan bemoeien. En dat, dat wakker toch paniek aan. Hoezo heb je er geen verstand van? Als je nou als voetbalvereniging op 2 januari ieder jaar een groot uh, 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 toernooi organiseert, ja. Dat zijn natuurlijk 2 januari, 3 januari, feesten, weet ik veel wat. En nou zit je met je bestuur bij elkaar en dan zeg je: jongens, we hebben dit jaar weer op 2 januari of 1 januari. en het staat op de planning. dan zou je je eens kunnen afvragen of dat verstandig is. Want we weten dat er voor een gedeelte niet gevlogen wordt, dat er heel veel mensen vanwege hun bedrijf gewoon. Stand-by moeten zijn. Doktoren, mensen van de brandweer. Dus dan is het misschien geen goed idee om op 2 of 2 of 1 januari zo'n feest te geven. Maar dat is toch precies hetzelfde waar het Millennium Platform ook voor pleit: van zoveel mogelijk risico's vermijden. Als je niet per se in een vliegtuig hoeft te zitten op 1 januari, doe dat dan niet. Maar, maar, maar ze benaderen nu dus bedrijven als de Shell, maar zelfs ook, ook, ook wat kleinere bedrijven. Maar ze benaderen het bedrijfsleven. Ik heb het over organisaties in het maatschappelijk veld. Over kerken, over voetbalverenigingen. Over patiëntenverenigingen, over gewone mensen die dus... Dat hun een voetbaltoernooi niet doorgaat. Daar maakt u zich druk over. nou ja, het gaat niet alleen om het voetbaltoernooi. Maar, want dat is nogal heel... Kijk, als we op zo'n 1 januari... Met z'n allen beslissen dat we geen feesten meer geven en geen recepties, dat betekent dat de horeca natuurlijk ook een verboorlijke klap krijgt. En trouwens voetballen, daar komen toch helemaal geen computers aan te pas. Lijkt me, dat zijn toch gewoon uh, 22 voetballers die tegen elkaar uh, met elkaar tegen een bal. Uh... Ja. En als je in Titek Jadeel woont, en het zijn 22 voetballers die uh, allemaal om de hoek wonen, zou ik daar ook helemaal geen probleem van maken. Maar als het Amsterdam Arena is en je verwacht 5000 mensen in een groot feest en je hebt een band uh, en er komt een zanger uh, ingevlogen. En uh, je hebt heel veel voedsel besteld. En uh, daar komen allerlei koelsystemen cool aan te pas en je zou daar op 1 januari smiddags om 5 uur blijkt toch dat het in Polen fout is gegaan, en dat is op de televisie dan gaan de mensen toch thuis blijven want als er een beetje paniek gaat komen hè, ja. omdat mensen horen dat er in Polen het licht uitgaat, kijk dan gaan mensen plotseling nadenken, zeggen ja, uh, ja oh ja, nee, oh nee de benzinepompen deden het niet, ja, maar je weet toch dat die mensen in Polen al 30 jaar in een niet zo goede situatie nemen en dus in, hun, in een schuurtje bij hun ladertje allemaal jerrycandles met benzine hebben staan, dat heb je ook wel een klein beetje begrepen en dat die mensen als opa dan toch een harde val krijgt, hem toch in het autootje laden en zeggen we gaan maar eerst eens naar daar waar het licht nog brandt. Bij 31 graden onder nul in begin januari. Ja, ik, het lijkt me redelijk onwaarschijnlijk. Maar, uh, het... maar waarom is dat nou onwaarschijnlijk dat als wij veel geld hebben uitgegeven in Nederland, 10 tot 20 miljard, in Amerika 80 miljard dollar... Als je alle kanten hoort, hè, van de week was er nog een stuk over de waterleidingbedrijven. Die zeggen: We hebben het voor elkaar. Maar, maar denk even, we hebben eigen aggregaten gekocht. Mm -hmm. We hebben alles qua computers vervangen. We hebben toch veel geld uitgegeven. Mm -hmm. Om dat voor elkaar te krijgen. En wij zijn zeker, zelfs al gaat het licht uit, dan kunnen we het water op peil houden. De waterdruk en alles. Nou, daar is dus veel geld aan gegeven. Ze geven toe dat er toch dingen gevonden zijn die gedaan moeten worden. In Polen hebben ze dat geld niet uitgegeven. En in Oost-Europa. Verderop nog helemaal niet. En in Taiwan misschien nog een beetje. Maar zeker niet in India. Dus als daar het water tot stand komt. krijg je toch een beetje een ramp. Ja, nou dat is toch nu op veel plekken ook al zo. Met stilstaand water. En dat soort delen van de wereld. Dat zeg ik. Als je dus in tjikjek woont. en je haalt je water uit de sloot. en je eet koeienmelk en weet ik veel, dan heb je geen probleem. Maar wie doet dat nou nog? Ook toch in Polen hebben ze toch ook een waterleiding gewoon? Ja, dat is wel zo. Maar. Ik bedoel, stel dat. Uh, waar mensen... U bent dus ook een beetje bang voor uh, paniek uh, vooraf. Dat we uh, hier in Nederland. Dat mensen een run op uh, ja, banken. runnen wat... run op de supermarkten en zo. Want dit en... verhaal van isolationisme. Hè, er was op een gegeven moment sprake van. En daar zat een minister. Eh, ik zat in het programma. Nee, wij sluiten het Nederlandse elektriciteitsnetwerk af van buiten. Want dan kunnen er geen problemen van buiten binnenkomen. Hè, met het idee van. Nou, laten ze in Duitsland maar in de kou zitten en in België. Wij sluiten de grenzen voor wat betreft elektriciteit dan. We sluiten het kind. Nou, dat, dat is toch. Ik heb dat toen ook gezegd. Dat is absurd. Als die Belgen zien dat er in Nederland nog licht is, dan hou je dat toch niet tegen. Nee, maar, maar ik bedoel, uh, wat, wat, wat kun je er wel aan doen? Stel dat, uh, dat iedereen zich ineens bewust wordt van de gevaren en inderdaad, uh, bang wordt dat, dat de Polen komen of dat de Belgen komen, of weet ik veel. Ja. Of dat het daar zo economisch slecht gaat ja, maar, dat we drie dus ook weken. Al is iedereen zich uh, er van tevoren van bewust. Dat wakker toch alleen maar de paniek aan. En dan wat, wat, ja, wat zou dus wel, werkelijk gebeuren? Wat... Nou, ik vroeg dus gisteren aan me. Dan zou je eigenlijk de, de Poolse mensen bewust moeten maken. Precies. Worden... We moeten geld gaan geven aan Oost-Europa. En dat zijn mensen als Sheribi. Uh, en, en een aantal mensen in het Europees Parlement zijn daar dus ook mee bezig. Maar, we gaan even terug naar dat simpele voorbeeld van die Polen. Als dat gebeurt. Ja, als mensen al massa hierheen gaan komen, dan dat gaat natuurlijk niet gelijk. Maar wat, ze, wat eerst gaat gebeuren, is bijvoorbeeld. en dat is een heel goed voorbeeld. Stel dat er in Duitsland of in België een beetje problemen komen. Meer problemen dan hier. En wij hebben veel geld uitgegeven, dus daar komen een beetje problemen. Dan zou je, je kunnen voorstellen dat een Belgisch ziekenhuis in Antwerpen zegt: Joh, we hebben hier 120 zwaar zieke patiënten liggen. Die moeten in de, aan de hoe heet dat, uh, uh, intensive care apparatuur. Kun jij in Rotterdam kunnen we die even sturen? Dat doen ze vandaag de dag ook al, maar dat is goed. ja, oh, dat is goed, stuur er maar 120. half uur later komt er een telefoontje uit Berlijn. Joh, we hebben hier 300, uh, weet ik veel wat. Ja? Of we hebben een uitbreek van de legionair ziekte. Nou, die vraag heb ik. Dat simpele voorbeeld. Wat doe je nou als je wat zieken uit andere landen krijgt? Heb ik gesteld aan Roger van Boksen gisteren. Ik zeg, meneer Van Boksen, heeft u er nou rekening mee gehouden dat die ziekenhuizen wel eens in instroom kunnen kijken? Zelfs als er dus verder niks, niks echt belangrijks gebeurt. Alleen maar dat waar wij zoveel geld aan hebben gegeven om die operatiekamers en die intensive care's helemaal bugvrij te maken, dat hebben ze daar niet gedaan. Dus daar gaat wel wat fout. Dus verwacht nou eens een paar honderd intensive care patiënten. Heeft u er rekening mee gehouden? Denk je dat? Nou. Ja, als uh, Roger van Bokstel er al geen rekening mee heeft gehouden... Nou, die heeft daar dus geen... En die zei, oh ja, meneer Zalen, bedoelt... Ja, nee, daar moet ik eens over nadenken. Ja, nou, dat... Uh, goed dat u het tegen meneer van Bokstel uh, gezegd heeft dan. En, uh, zes maanden geleden stond ik met hem te praten in de Tweede Kamer. En toen zei ik, meneer van Bokstel, ik wil u even wijzen op het allochtone probleem. Ik voorspel dat heel veel allochtone mensen in Amsterdam of in, uh, in Nederland... hun ouders en hun vrienden en hun, 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 hun verwanten overlaten komen. He? Nederland is een veilig land. We hebben toch het geld. Jo, opa, oma, broer, kom maar gezellig het millennium hier vieren. Ja, voorwege de zekerheid. Nou, ik Meneer Van Bokstel, vroeg vroeger heeft u daar rekening mee gehouden dat je dus zomaar een instroom hebt van 200, 300.000 allochtone mensen? En is daar rekening mee gehouden met paspoorten, met uh, bewaking? Dan moeten, dus, dan moeten de, 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 de consulaten in vreemde landen weer meer papier uitgeven? Nou, toen zei hij van, oh, ja, nou, nee, dat, dat kan toch niet. Nou, er stonden twee allochtonen kamerleden bij me. Ik heb aan die mensen gevraagd, Siribi. En, en Siribi zei, ja, natuurlijk haal ik mijn ouders hier maar... als dat fout wordt. Nu, gisteren zeiden ja, ja, daar gaan we nu rekening mee houden. Daar hebben we nu rekening mee gehouden. Maar als uh, wat, wat, dat is toch niet erg als er 300.000 uh, allochtonen hier naartoe komen. Als er normaal gesproken met de kerstdagen een miljoen uh, toeristen uh, naar Nederland komen. Hier komen consumeren, dan is, uh, nee, dan is de, de toeristenindustrie je... hartstikke blij volgens mij. Hartstikke leuk. Dus dat is op zich helemaal geen ramp. Als je 50% meer mensen krijgt, maar 50% meer mensen uit Suriname, 50% dat is al een heel probleem vanwege het transport. 50% meer mensen uit Turkije betekent dat er dus ook papieren moeten worden uitgeschreven door bijvoorbeeld ambassades. Nou, die mensen die. We moeten blijven... toch een visum hebben dan? Ja, nou, ja. Dat, dat lijkt me. Dan moeten ze dat op tijd aanvragen of zo. Maar, dat, maar dan moet er dus iemand bij de ambassade denken, jongens. We moeten wat meer capaciteit voor die visumafdeling hebben. Ja? Ja. Nou, dat is toch een simpele gedachte? Dat lijkt me een vrij simpele gedachte. En, en dat soort simpele gedachten denkt dus niemand over na. Als ik dus Roger van Bokstel vraag van meneer, meneer de minister: uh, Heeft u daarover nagedacht dat er wel eens instroom zou kunnen komen van, van zieken? Dan kijkt hij zich verbaasd. Oh ja, 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 ja misschien nu u dat zegt. En dat is wat ik dus de afgelopen jaar, sinds mijn boekjes zijn uitgebracht, en dat is vorig jaar zomer, hè, dit, dit boekje Bitbank, is dit constant aan de orde. Ik roep iets en dan zeggen ze: Oh ja, Misali, heeft u gelijk? Nou. Hoe komt het nou dat u de enige bent uh, in Nederland die uh, zich dat soort dingen uh, afvraagt? Het, ik denk dat het gewoon logisch denken is. Wat hey, u bent verhaal... de enige die dat kunt? Er zijn uh, toch het blijkt mensen? dat bijvoorbeeld. Uh, ik, schrijf, ik heb dat boekje geschreven en heb ik geschreven dat het mijn goed idee zou zijn om een. En dat heb ik dus in september vorig jaar geschreven hoor. Mm -hmm. Toen heb ik eerst geroepen van die kinderen. Hè, van, het is toch geen goed idee om kinderen te maken die in die nacht geboren worden. Dat is totaal verkracht door de kranten die dus nu en, en, en televisie die hele acties hebben van u moet een millenniumbaby geboren laten worden. Ja, gelukkig weet toch niemand uh, op welke datum die dan verwekt zou moeten worden. Dus nee, het, nee, maar als we toch het met z'n ja, maar als we mensen allen gaan proberen, dan krijg je toch wat meer kinderen. Ja, misschien. Maar het is dus een dom idee. Ik heb dus gezegd, je moet de mensen daarvoor voorlichten dat je dat niet moet doen. Je zou mij kunnen verwijten dat het averechts gewerkt heeft, dat het nu juist speciaal daarom gedaan wordt. Dat verwijt... u, Want het is helemaal onduidelijk welke datum dat dan zou moeten gebeuren. Dus dat wordt sowieso. Dan, dan denkt u dat dan stru structureel, krantenvol structureel anderhalve maand lang mensen. Meer kinderen geboren gaan worden, ja. Mensen beter hun best gaan doen om kinderen uh, ja. te krijgen. Ja, Dat denk ik. Zo zot zijn we wel. Ja, maar... Daar worden prijzen voor uitgeloofd. Ja. Nou, als jij nou toch aan een kind denkt, denk je nou vooruit, we proberen het eens dus even mee? Uh, 10.000 guld, ik weet niet wat er vooruit uitgeloofd oh, ja, Ik denk dat er ook heel veel mensen. Ik, het lijkt me juist vervelend. Zit je net, uh, uh, net avond, je wil net een borreltje inschenken en dan uh, ja. moet je vrouw opeens bevallen. Heel veel mensen die Twee ik, dagen daarna en, nee, en heel veel mensen vinden dat toch ook niks aan? De, te midden van al die drukte en uh, die willen dat toch liever een paar maanden eerder of een paar Dus ieder iedereen met hersen zou kunnen bedenken dat het geen goed idee is om kinderen geboren te laten worden. Ja, nou, maar niet alleen geen goed idee, maar ook uh, ja, uh, waarom zou je het wel doen? Waarom is dat het? Is ja, dat het staat nu in de krant. Lastig. Ja, dat begrijp ik. Maar er, laat ik nee, zo zeggen. Ja, als kinderen die geboren worden met Sinterklaas, moet je twee keer cadeautjes kopen, zou men zeggen. Dat ja, is de, toch ook uh, dat is onverstandig. Nou ja, onverstandig, maar dat is. Dus, maar goed. dat heb ik dus geschreven. Dat heb ik gedaan. Ik heb ook gezegd dat zou een goed idee zijn als de banken gewoon drie dagen dicht gaan. Ja, alle uh, elektronische betaaldingen. Nou, dat is nu overgenomen, alweer twee maanden geleden, door Jikkie van der Giezen, de wethouder Millennium, die nu vertrokken is van D66 in Amsterdam. Die zegt: God, dat zou wel een goed idee zijn. En zo zijn alle ideeën in mijn boekje langzamerhand daar wel gekomen. Alleen, ja, mag ik nog even wat vragen over die banken? Waar, waar ze dus bang voor zijn is dus een run op de bank. Hè? Dat iedereen, uh, weet ik veel, 5000 gulden gaat pinnen voor zover dat uh, ja, dat mogelijk is. Maar juist door die banken een tijd uh, dicht te gooien, dan stimuleer je toch juist dat mensen Tuurlijk. in de week daarvoor... Maar voor, uh, als we een week van tevoren weten dat we allemaal 5000 gulden opnemen, dan kunnen ze dat wel aan. dat dus ze zijn al aan het sparen, hè? de Nederlandse bank is al aan het sparen met het bankbudget. In Amerika hebben ze 50 miljard dollar gedrukt, extra. Ja, dat is per, per man, uh, per gezin iets van duizend dollar extra. Dus daar valt, als je daar tijdig aan denkt, wel op rekening mee te houden. Mm -hmm. Het probleem is nu, de angst. Eh, kijk, nou laten we even het voorbeeld nemen van die euro-overgang. Iedereen zei, de banken hebben dit helemaal in de klauwen. Kun je dat nog herinneren? Um... Dat de overgang naar de euro totaal pijnloos zou verlopen. Ja, wanneer ja. was het dat ook alweer? De euro was 1 januari afgelopen. Ja, oké. Okay. Maar dat, dat, ze ze, dat ze dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat, 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 dat zeiden... En er kwam een maand later, werd bekend dat er honderden mensen met de hand allerlei transacties na moesten lopen. En dat er overal geld verdwenen was. En dat er miljarden uh, even zoek waren. Dat ja. is, is mij volledig onbekend. Okay, dat is gebeurd. Het, het bleek dat dat dus anderhalve ander maand onder de pet gehouden is. Maar dat toen toch, toch wel bij de trans Dat er internationaal geldverkeer toch behoorlijk gestoord is geraakt. Ja, dat wil eens niet bekend worden. Want nou krijg je dus als burger toch wel het idee dat als het nou 1 januari wordt. dat je het toch maar misschien bij de je van wil gaan halen. Ik vond dat dus zo leuk, want ik las dat in de krant en daar stond bij alleen interbankair verkeer. To, toevallig loop ik dan bij onze afdeling boekhouding langs en zegt, joh, hey, ik krijg net bericht er, 1600 D-mark zoek, wat je vorige week naar Duitsland hebt verstuurd. Ik zeg, hé, hey, dat is interessant. Ik ga toch eens achteraan. Dus ik bel de bank op. Ja, hoe heeft u dat gedaan? Ja, ik zeg, we hebben het eerst vanuit, weet ik veel, Blarikum naar uh, ABN. En van, uh, hey? Oh ja, ja, maar nee, dan is het in die euro situatie uh, Verzand. u krijgt het geld terug. Nou, daar ben ik blij mee, mijn 1600 D-mark terug. En ze, misschien hebben ze het nog een keer uitgezocht. Maar toen bleek wel dat het dus wel degelijk geld van mensen ging. Dat interbankair verlies betekent dat er dus ook dat mijn centjes weg waren. Ja, er bestaat dus een gevaar dat, uh, dat zeg maar, spaargeld van mensen ineens uh, weg is. Nee, niet spaargeld. Ik, ik heb van de week gesproken, een interview vorige week, met Patrick McGovern, de baas van IDG. Dat is de, de uitgever van Computer World en de grootste onderzoekorganisatie op het gebied van computers in de wereld. Die zijn nou, het zal allemaal meevallen. Alleen mensen die internationaal reizen krijgen problemen. En internationale transacties gaan de problemen geven. Dus als zo'n man die er echt heel veel van weet zegt. Internationale transacties, dan kijken we naar Nederland. Dus een beetje risico's uh, vermijden, zeg maar. Uh, ja, maar ik ontwreken. heb het hier niet over jou als burger. Kijk waar het om gaat is dat we in Nederland banken hebben, zoals ABN Amro. die uh, enorme belangen hebben in Brazilië en al dat soort landen. Als daar miljarden verdwijnen die onnaspeurbaar zijn, dan komt de. Liquiditeitspositie van zo'n bank in Nederland in gevaar. Nogmaals, we importeren het probleem. In Nederland zullen ze best wel die programma's allemaal nagekeken hebben. Ik heb gehoord wat er aan verdiend is en wat er aan gedaan is. Er zijn echt heel veel mensen mee bezig geweest. En die hebben hier en daar foutjes gevonden. Maar daar mag ik uit, van, uit afleiden dat ze in Midden-Afrika en in Zaire en in Colombia en in Brazilië dat minder nauwkeurig hebben gedaan. En dat daar dus wel degelijk wat fout gaat. Kan de ABN Amro in Nederland nu. Plotseling, als er 5 miljard even weg is, dat overleven. We hebben gezien dat speculaties uh, uh, in het Verre Oosten een paar jaar geleden met die bank, uh, hoe heet die bank ook weer? Uh, bearings, Een bearings, paar miljard weg en toen ging die bank op zijn bek. Ja. Als dat dus weer gebeurt, dan gaat dus de abn Amro op zijn bek en dan krijg jij je centjes niet. En dan komen we er een heel interessant feit. En dat is: alles wat jij schuldig bent aan de bank, moet je altijd betalen, ook bij een faillissement. Maar alles wat je van de bank krijgt, dan ben je kwijt. Ja, dat zo gaat dat met verviezingen. Is dat zo? Ja, ja. Ja. Dus als jij de bank nog drie ton hypotheek moet betalen, mm -hmm. maar je had toevallig ook wel twee ton daar staan, dan ben je jouw ton twee ton kwijt. En die drie ton hypotheek, die mag je nog betalen. Ja, lijkt me heel, heel vervelend, uh, meneer Sala. Ja. Ja. Dat is dus heel vervelend. Dus ik heb maar, in... bedoel, bij de banken er werken toch ook wel intelligente mensen. Die houden er toch ook wel rekening mee. Uh, ja, maar die uh, hebben dus ook gezegd dat er met de euro niks fout zou gaan. En achteraf is bekend geworden dat er miljarden, hè, niet, niet, niet 50 gulden, geen 1600 D-mark, maar miljarden zoek zijn geraakt. Krijg je dan niet het idee dat dat ook nu, wetend dat het probleem zeker in de buitenland niet is aangepakt, fout kan gaan? Nou, als u dat zo zegt, dan... Uh... Dan denk je van, hallo, ik word toch een beetje ongerust? Nou ja, ik persoonlijk niet zo. Ik bedoel, uh, ja, ik zit inderdaad bij ABN AMRO, wat dat betreft wel. Maar er staat niet al te veel op, dus... Uh... Maar wat kost het jou nou, en dat was dus mijn verhaal... Wat kost het je nou als burger? Stel dat je na nou 100.000 gulden te goed hebt van de bank. Er ja? zijn mensen die dat hebben, je hebt gespaard. Daar krijg je nou een zielig rentetje van een paar procent op. Hè? Echt helemaal niks als je dat niet in aandelen belegd hebt. En aandelen, daar kunnen we later wel over hebben, is natuurlijk een heel apart verhaal. Maar je krijgt een zielig rentetje van een paar procent. Wat kost dat nou om dat in september of in november van de bank te halen? Ja? In gouden muntjes of in, in flapjes geld. En in januari weer terug te brillen als er niks gebeurt. Dat kost jou als burger dus bijna niks. Hè? Ja, dan me... Kost je de rente van twee maanden van 0,02 procent? Dus dat kost je misschien een paar honderd guldetjes. Ja, ja? Nou, maar je hebt wel de zekerheid dat je die ton dan op het nachtkastje hebt liggen. Ja, maar je hebt ook de zekerheid dat als iedereen dat tegelijkertijd doet, dat er één grote ja, 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 puinhoop hebben. Ja, dat wordt. heet het prisoner's dilemma. Als ik jou verraad en jij mij verraadt, dan gaat het mis als we beide onze bek houden. Hè, het prisoner's dilemma en zeggen dat er is niks, dan zijn we beide veilig. Maar de maatschappij zit niet zo in elkaar. Ik heb al. Re hoe reëel is die kans nou dat het, uh, dat het met het interbankaire betalingsverkeer. allemaal misgaat, zoals u zegt? Nee, dat is dus de vraag niet. Er is een duidelijk risico. Het is gebleken dat bij die euro. er miljarden zoek zijn geraakt. Dat is, dat is dus geen verzinsel, dat is misgegaan. Er zijn ook wel indicaties dat in andere administratieve systemen het een beetje mis kan gaan. Je moet kijken wat de burger en vooral de bedrijven. met geld kost om. Dus dat geld ervan af te halen om hun liquiditeit naar zichzelf toe te trekken. In de vorm van kasgeld of weet ik veel wat. He, er zijn allerlei trucs hoor. Een van de trucs die ik in mijn bedrijf doe. Ik heb bijvoorbeeld hypotheken, die los ik af. En ik gebruik het geld van mijn zaak om mijzelf een hypotheek te geven. Zo'n simpel akte bij een notaris. Kost heel weinig, maar de bank is een hypotheek kwijt en is in goed. Mm -hmm. He, er zijn allerlei trucs om dat te doen. Grote bedrijven kunnen dat dus met hele grote bedragen doen, begrijp je? je kunt als, dat, 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 wordt, dat heet dan lease constructies. Maar je kunt heel snel het geld. Weghalen. En we gaan dat doen. Juist omdat, als iedereen dat doet, gaat dat mis. Dat leidt tot paniek. Ja, nou, maar dat is nou juist toch datgene waarvoor uh, gewaarschuwd wordt. Ja, omdat dan, om... Je kunt waarschuwen tegen het feit dat jouw centen. Luister, dit, 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 dit heette echt de Prisoners Dilemma, maar als ik jou nou zeg: ja, moest luisteren. Er is een zeker risico, maar als jij nou niks doet, dan, dan. Ja, nee, maar de buurman doet het wel. Maar als ik het goed begrijp, dan zijn het vooral mensen. Uh... Vooral rijke mensen. Die rijke meest... mensen hebben hun geld alweer gehaald, geloof me. Is dat zo? Ja, de rijke mensen die ik ken, die allemaal... hebben, hebben ja. al een deel van hun vermogen allemaal liquide gemaakt. Liquide gemaakt? Hoe? Ja, uh, in, dat in, dat in, nou, liquide, gouden mondjes kopen of, uh, of dollars kopen. Ja, of, dat nou, in huizen uh, liggen ergens. Ja, in huizen wat overdreven. Je hebt ook nog steeds gewoon banken die hebben gewoon kluizen. En uh, die zijn niet echt millennium gevoelig, neem ik aan. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Ja? Tenminste, misschien kan het, sl ja, het leuk, slot niet. Maar goed, oké. Okay, ja. Maar dat, dat is dan nog wel open te maken. Ja, met, als je echt wilt en er ligt echt veel geld in, dan de krijg je dat. Vast wel, al dan het vast wel <laughs> en dan, dan kan de bank de deur nog dicht doen. Hè, maar de, dus... En bedrijven hebben ook, ook kluizen. En misschien komen er nog wel bedrijven die zeggen: Wij zijn gespecialiseerd in millennium opslag. Want we hebben hele mooie kluizen en we zitten er wat. Hè? Mm -hmm. Dit psychologische probleem is dus de essentie van mijn boekje: Bitbank. Zelfs al gaat er niks mis gaan mensen toch een geld van de bank halen? Niet omdat ik het zeg, maar omdat ik dat om me heen hoor. Je ja, bent nou een paar dagen bezig met zo'n verhaal. Wat hoor je nou van mensen? Nou, ja, niet zoveel. Uh, mensen die ik ernaar vraag. Ik uh, zat gisteren nog uh, bij de kapper en uh, de kapster die met mij uh, aan de gang was, die uh, verwachtte dat ze gewoon een borreltje zou uh, aan het drinken zou zijn op Audiërsavond. En ik, ja, ik verwachtte het eigenlijk zelf ook en de meeste mensen om me heen ook. Heb je met mensen gesproken die veel geld in aandelen hebben belegd? Wat, wat vinden die nou? Ik heb ja, bijna bekenden uh, onder uh, mensen die veel geld in aandelen hebben belegd. Vragen aan je uitgeven, misschien. Ja, als je voor een ja, studentenblad schrijft, is dat natuurlijk niet te, niet te verwachten. Maar de mensen die ik spreek, die zeggen allemaal ja. we zijn... Uh, en als je dus de aanbevelingen leest van zo'n man als Jordanië en Jordan, die een beetje verbaasd zijn dat de, dat de beurs weer erg hoog is, maar die ook zeggen ja, er zit een enorme klap in. Een terugval tot 3000 punten uh, uh, Wall Street. Hè? Dus, dus echt uh, een totale slachting. Op basis niet van op de, de werkelijkheid dat er iets misgaat, maar vanwege de angst. Want de, de beurs is een slotte een, een heel uh, ja, een beetje illusoire. Hè? We vertellen elkaar dat het zoveel waard is en dan, dat, ja. dan geloven we dat. Maar wat ik graag van u wil weten is. Um, wat dragen uw activiteiten er nou aan bij om uh, dit soort dingen, of uh, een boel geld dat wegraakt, en dat soort dingen, om dat te voorkomen, ja. zou men zeggen? Als mensen als zouden beseffen, dan is er eigenlijk weinig meer aan te doen dat het allemaal gebeurt dat is... en dat er zo'n run op uh, banken nee, maar, maar, komt. Maar, en... maar als we nou kijken, het, het goede voorbeeld is: ik heb met de, uh, het millennium platform Zorg gesproken. En dan praten we over uh, medicijnen. Hè? Stel, je hebt penicilline nodig, of je hebt hoe heet het? Uh, Insuline nodig. Hè? We hadden het net nog over dat geld, wat allemaal nee, we even weg. Even goed, goed, een goed voorbeeld is medicijnen. Ja? Je hebt insuline nodig, je hebt suikerziekte en je hebt insuline nodig. Nou, kost dat spul wel een beetje geld, maar niet zo vreselijk veel. Ja? Als je 500 gulden uitgeeft, dan heb je misschien wel een half jaar voorraad. Ja? Als je daar voor je leven van afhankelijk bent, en dat ben je als je suikerziek bent, en daar, die situatie komt op je af, dan denk je toch als suikerzieke, joh, weet je wat, ik haal uh, 500 gulden van de bank en ik koop een beetje meer insuline. Nou, wat zegt nou het Millennium Platform? Moet je niet doen, meneer. En het Millennium Platform zorgt er met naam. Moet je niet doen. Wij zorgen wel dat er voldoende is. Wij, wij, de overheid, maakt u zich niet zorgen, koopt u vooral geen insuline. Mm -hmm. Ik geloof dat dat een domme aanpak is. Want ik denk dat die persoon die die insuline nodig heeft, denkt, ja, je kan maar helemaal uh, de boom in. Ik koop gewoon voor die 500 gulden insuline en dan zien we wel weer. Ik heb, ben geen... Uh... Expert op het gebied van suikerziekte en insuline, maar voor 500 gulden insuline, hoe lang? Stel kun je, een half jaar hoe we. lang kun je daarmee ja, doen? Vanaf hoeveel je nodig hebt, Maar stel dat ja, je van ja, een half jaar Stel dat, dat er nou in de, in de eerste weken na, uh, na het jaar 2000, omdat er van alles mis is gegaan, geen insuline meer is te krijgen. Dan, nou ja, een, een beetje voorraadje heb je altijd wel. En daarna, ja, maar kan dat nou is juist de vraag: van alles gedaan worden om uh, insuline die te die maken? Ja, om ja maar die weer... voor, voor bepaalde, bijvoorbeeld heel veel insuline wordt in Nederland gemaakt toevallig. De Amerikanen zijn daar nogal bang voor. Je krijgt dus ook door nationale regeringen, wordt er wel degelijk, worden de voorraden ingeslagen. Maar het gaat even terug om die, om die aanpak van de Millennium Platform Zorg. Ik vind dat dus fout, want die zegt, top-down, wij lossen uw probleem op. Mijn gevoel is veel eerder dat je moet zeggen tegen al die mensen die met die vraag komen, meneer, u heeft gelijk. We weten niet zeker, dus wij denken met u mee. U wilt een voorraadje penicilline, weet u wat we nou doen? Als we uw voorraadje penicilline en die van uw buren en die van die mensen bij u in de buurt nou bij de apotheek neerleggen. We gaan samen met u dat kopen, we vragen uw geld er ook voor, we zorgen dat er bij de apotheek dus een extra voorraad is. Maar dan ligt die in ieder geval cool en dit en dat en dat, ja? Kortom, dus niet er tegenin gaan en zeggen u moet het niet doen, maar zeggen, u hebt gelijk, er is een probleem. Ja. ja, je bent terecht bezorgd okay. en we gaan dit samen eens even oplossen. En voorraadjes Insuline, maar met het probleem van al het geld wat weggeraakt, uh, Hetzelfde verhaal. kunnen we dat nou samen ja, met, met alle burgers van Nederland ja, in een de platform en uh, u oplossen? Ja. Ik heb al gezegd dat het is een, een psychologisch probleem is. En geld is ook een psychologisch probleem, want het vertrouwen waar we nu over praten. Dus ik ben al een jaar geleden naar de bank gegaan en ik heb zeg: goh, hebben jullie nou geen aanbiedingen tussen cash, geld of goud hm. en. Geld in de bank met een extra millenniumzekerheid. Noem dat nou maar de millennium plus garantieregeling, waarbij jullie extra garanderen, zelfs dat na het millennium. Zelfs dat als in dat interbankaire verkeerde. Is, om... dat, dat, dat jullie 20% van dat geld belegd hebben in goud. Dat, ja? dat komt een, een, nieuw een duurdere spaarrekening. Juist, en dan ben ik bereid om wat extra voor die spaarrekening te betalen of wat minder terug te krijgen. Ja? Hoeveel extra hebben we het dan over? Dat hangt er dus vanaf, want je kunt heel veel zeker maken. He, dus je wordt dus 0% rente krijgen omdat ze het in goud hebben belegd, of half procent. Maar je kunt daar dus een heel pakket van. Nou, wat gebeurt er dan? De burger gaat naar de bank toe. De bank zegt: Ja, meneer, kijk, wij vinden dat het onnodig is. Maar zekerheid is zekerheid. Als u dat wilt, dan betaalt u 2% rente extra over uw geld. En dan is het, holle, ho, hè? Dan is het 100% zeker of 50% nou, dan, zeker. Dan kun je dat toch beter doen dan uh, ja. al massa je geld van de bank afhalen? Nee, dat, dat, maar begrijp je dat je op die manier dus meebuigt met de angst? En dat je zegt: Meneer, u heeft gelijk. Er is reden voor angst. We delen die niet, maar we begrijpen dat u dat doet. Laten we daar eens over nadenken: hoe we een methode kunnen vinden via extra zekerheidsregelingen of goudkluizen. Ik kan me niet scheren, er zijn allerlei trucs voor te bedenken. Ja. En, en, dan, de, en, dat en, niet, en dat gebeurt niet. En dat weigeren de bank. Waarom zouden ze dat nou doen? Ja, dan zeggen ze, Als wij ook maar de minste indicatie zouden geven dat er iets mis zou kunnen gaan. Dan verliezen alle mensen helemaal het vertrouwen, dan gaat het helemaal niks. Dus ze weigeren ook maar te nou denken. Ja, minste indicatie: ik neem aan dat de Telegraaf daar vorig jaar 2000 wel een keer een verhaaltje over gepubliceerd heeft, toch? Tuurlijk. Maar de banken weigeren tot op dit moment daarover na te denken. En, toen, en dan zeggen ze tegen mij: ja, meneer Sao, u bent de enige die dat vraagt. Maar dat is dus niet zo, want ik weet dat er de organisatoren van de Millennium Beurs van vorig jaar datzelfde gevraagd hebben aan een bank. En die krijgen daar hetzelfde antwoord: oh meneer, u bent de enige. Dat wordt dus bewust stilgehouden. En ik vind dus dat de methodiek die gebruikt wordt om paniek te voorkomen, fout is. Je moet volgens het oude Chinese model meebuigen. Eerst meebuigen. Is er paniek, dan ga je eerst meebuigen. De Amerikaan zal het misschien spiegelen noemen, of mirroring, of hoe dan ook. Maar je zegt. Goh, Piet. Ben jij overvallen? Ben jij ongerust? Ben jij ja, ziek? Dat is een oud-Chinees oud model, zegt u nu? Ja, het riet meebuigen. In China doen ze dat wel goed. Dan gaan ze is nou, nee, dat dat beter met de Met millennium. paniek moet je... Nee, niet, het gaat niet om de millennium, het gaat... Jij raakt in paniek. Iemand vertelt jij dat je een ernstige ziekte hebt. Dan kan ik zeggen, ach meneer, Mark, u gaat toch dood... en uh, die kist die hebben we al besteld, klaar. Maar. Of je kunt zeggen, goh, hé... Hey, Bert, je bent... Uh, hè? Ja. Eerst, ik, eerst eens even sympathiek met jou meepraten. Luisteren naar jouw zorgen. Nadenken over wat je nou wil, zekerheid, en dan samen proberen daar iets aan te doen. Daarmee motiveer je de mensen om niet naar de bank dat geld af te halen, of te zeggen: ja, maar kijk, ik ben er zo van afhankelijk. Ik doe toch maar een beetje goud. Nou, dan geef je de mensen wat goud. Het is, uh, u vindt het eigenlijk niet sympathiek hoe mee uh, nee, me. Om... Ik vind het niet. Het heeft niets met sympathiek te maken. Ik vind het heel dom, want men creëert een situatie waarbij dus uiteindelijk die suikerziektepatiënten wel degelijk insuline gaan kopen. Waarbij die Poolse boeren wel degelijk jerrycans met, uh, met benzine gaan, uh, gaan doen. Waarbij de Nederlander wel degelijk uiteindelijk gaskacheltjes uh, gaat omvormen in oliekacheltjes. En dan krijgen we brand en allerlei ellende. Ja, ik, ik, ik ben van de week op stap geweest naar een Y2K, hè, dus een Millennium Overlevingspakket. Ik dacht, ik ga toch eens bij wat winkels vragen. Heeft u zelf zo'n pakket in huis gehaald trouwens? Ik heb dus nu een aantal van die koffertjes, want ik heb verschillende plekken. waar ik, uh, We zitten hier in de studio. Dus ik heb een avond die koffertjes samengesteld met een zaagje en een stuk touw. En water, en, 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 en hoe heet een zaagje het? En een stuk touw. U verwacht uh, dat als hij tenminste ergens uh, loopt, dan, dan kunt u in ieder geval zagen. Of, uh... Nee, maar stel dat u nou hier zit en er zit iemand in de lift vast. Hè? Ja. Nou, dan kan ik die deur misschien nog wel open krijgen met een beetje gereedschap, maar dan moet die vent toch uh, vijf meter uit de liftschacht gehaald worden. Dus een stukje touw leek me wel handig. Nou. Wat ik ook zou nou, willen hebben is chloorpilletjes. Uh, uh, die heb ik niet kunnen vinden. Watertericens. En ik ondertussen, sinds weten we van die legionair ziekte, is dat het geen goed idee is om hele grote tobbes water neer te zetten en die vijf dagen te laten staan. Dan komen er allerlei uh, ontwikkelingen gaan doen, dat moet je niet doen. Dus daar moet je een beetje gloorpilletje voor hebben. Niet kunnen vinden. Toen zei iemand anders, ja, ja maar je moet gewoon uh, huisartsgloer nemen en een heel klein beetje erin gooien. Goede truc, want die huisartsglour kost niks, maar zo'n truc ontwikkel je dan. En een goede EHBO-doos. Ja? Uh -huh. Gewoon voor het geval dat het uh, een beetje moeilijk wordt. Maar je kunt heel ver gaan. Mensen zeggen: Ja, ik heb. En dan kom je dus, dat staat ook in het boekje. Sommige mensen moeten zichzelf als een risicogroep beschouwen. Als je niet in Tietrichse deel woont. En, en van de schapen leeft. en, en, en een koe hebt. en uh, je eigen, je eigen, uh, eigen aardappel steelt. dan zul je je toch een beetje druk moeten maken over de dingen die je nodig hebt. Je hebt het steeds over de extra deel, maar misschien hebben ze daar ook wel computers uh, ondertussen. Ik noem een voorbeeld op de hei. Iemand die op de hei woont en heel natuurlijk leeft en zegt, ik heb dat allemaal niet nodig, die computers en die televisie, laat maar zitten. Maar iemand die in de stad leeft, heeft een aantal dingen nodig. We gaan heel snel dood als het systeem tot stilstand komt. Dan zeggen ze, ja, als de elektriciteit uit zou vallen, dan is er nog water. Nee, bijna op het moment dat de elektriciteit uitvalt, heb je ook geen water meer. Dan kan je nog één keer naar de wc... Want als je in een hoge flat woont, heb je tegenwoordig zo'n pompje nodig. Mm -hmm. Dus dat gaat heel snel. En die 83-jarige mevrouw gaat dan nog één keer naar de wc en komt daarna in de paniek. Ja? Daar ja. moet je aan denken. Die, en, en het is nog niet eens die 83-jarige mevrouw, want die denkt misschien, nou ja, maar, wat, wat moet maar die, haar kinderen. Uh, in ja, maar die woont op 7 hoog. Maar wat, wat, wat moet wat die kan dan er fout... voor, uh, voor overlevingspakket van tevoren samenstellen? Nee, maar je zou bijvoorbeeld. En dan praat ik over maatschappelijke organisatie. Je zou als kerk. Of als uh, buurthuiswerk, eens een keer met de mensen kunnen gaan praten zeggen. hey, hoe doen we dat? Hoe, hoe gaan we nou met z'n allen zorgen dat er komt een millennium aan? Nou, een paar dagen leuk feesten. We drinken allemaal boren, moeten we ook vooral doen. Uh, maar kunnen we het een beetje verstandig aanpakken? Is het niet verstandig dat u uw oude ouders, die nu heel ver weg zitten, mm -hmm. en misschien niet helemaal gezond zijn, bij u in huis haalt voor die paar dagen. Ja? En daar eens met de mensen over praten. Is dat goed of is het niet goed? Je kunt je voorstellen dat er inrichtingen zijn waar mensen zitten die. Hè? Het nare is namelijk, gaat er wat mis, dan krijg je de andere situatie dat mensen als een gek in hun auto stappen en hun ouders gaan halen. En dan moet je natuurlijk niet hebben om drie uur s'nachts op, op, eh, op 1 januari. Nee, nee, precies. We dan is met zo'n ja. half dronken kop, dan horen we dat er in Polen wat misgaat. Of dat er net zoals bij Tsjernobyl iets echt mis is gegaan en dat er een wolk aankomt van rommel die we niet kennen. Of dat er een Russische kernraket uh, toch maar uh, op Washington is gev gevallen en dan is het te laat. Dan hebben we niet nagedacht over hele simpele dingen. Zoals afhankelijke mensen bij elkaar houden. Zorgen dat als jij nou toevallig afhankelijk bent van een nierdialyseapparaat. Nou, dan zou, ik tegen, dan zou ik toch maar duizend gulden uitgeven en een aggregaatje ernaast zetten. Begrijp je? Mm -hmm. Voor de zekerheid. Ja. Als dat aggregaatje er niet staat en dan gaat het mis, dan gaat die man met zijn nierprobleem. die gaat om zich heen slaan. die stapt in zijn auto. die rijdt naar het ziekenhuis en die wil geholpen worden. En als ja. hij niet geholpen wordt en het is levensbedreigend, dan pakt hij misschien wel een pistool. En hij zegt hij, als je nou niet gauw helpt, dan sla ik de ruiten in. Ja, precies. Nou, en als hij dat niet doet, dan doet zijn vrouw misschien dat. Ja, als je zo doorredeneert, dan gaat het inderdaad allemaal uh, heel ja, erg Is maar. het nou zo vreselijk, na, uh, absurd om te denken? Hè, een van de dingen die je ook... Over nou over die ketenproblematiek, uh, van het uh, ene probleem komt het andere en dan... Uh... Ja, en dat, dat, dat gaat. Als wij 5% problemen hebben, hebben ze in het buitenland dus misschien 10 of 20 of 30% van de problemen. Het, het duurt een tijdje voordat we in de gaten hebben dat de Poolse economie in elkaar gedonderd is. Ja? Maar na een week zeggen ze: oh, die bestelling van die bloemen die hebben we niet meer nodig. Die bestelling van die koeien hebben we niet meer nodig. Waar blijven we met de melk? We kunnen toch niet denken dat als de rest van de wereld in elkaar dondert. En daar zit dus een grotere kans op, hè, dat moet je toch mee eens zijn dan wat we hier doen. Dat we dat kunnen vergeten? Nou ja, ik bedoel, het, het, het kan misgaan. Maar. Um... Ja, het, ik bedoel, er is nog nooit een, een gigantische. Het, het, gaat mis, vergelijkbare, het gaat mis. Vergelijkbare om. vergelijkbare situatie geweest. Oh, het dus kan het ook net zo. Eindeloos vergelijkbare situaties geweest. Dat is juist het domme van het, van het millennium platform. Toen, toen die uh, vulkaan in, uh, waar was dat? Uh, Mitch of zo. Uh -huh. Of zo'n zo aardbeving in, in was, zat meneer uh, ja, bedoel, Timmer bedoel, in Indonesië promotiesystemen. Uh, uh, Dit dat is helemaal niet bekend dat. Uh, dat het dingen. Dat ja, maar is er nou een niet wezenlijk verschil? Niet meer doen op basis van uh, dat uh, twee ja, cijfers, Iedereen kan het uh, Zo is niet bekend. Je loopt naar je huiscomputer toe, als die ouder is dan drie jaar, weet je zeker dat je een probleem hebt. Dat je iets om het soms kunt, is het makkelijk op te lossen, maar je ja, Is dat, weet is dat, is dat, is dat het probleem wel zo groot? Ja, 70% van de, de... De computer wordt 100 jaar teruggezet naar het uh, jaar 1900. Dat is heel vervelend uh, met het uitkeren van... Uh, ja, maar uh, dat uitker... hangt er weer vanaf. Uitkeringen je doet met... en dat soort dingen. Maar uh, de, dan blijft hij het toch nog wel doen in wezen? Hij gaat... In een aantal gevallen niet over die datum heen. Als je dus een e-mailadres hebt of een toegangscontrole. Dan, komt toegangscontrollen... dan komt er rook uit en dan is hij. Kapot. Nee, ga, nee, hij doet het gewoon niet meer. Hij gaat rare dingen doen. Hij gaat je e-mails je e opslaan alsof ze 100 jaar oud zijn. En die zie je dus nooit meer terug. Dat is ook maar niet belangrijk, maar als die e-mail nou toevallig orders bevatten. Of medische gegevens van Piet moet straks opgenomen worden, worden. En zet het eventjes wat klaar. En dat komt dus niet. Mm -hmm. Nou, dat is het niveau waar we over praten in deze samenleving. Ja. Er wordt niet meer gebeld door een zieke, uh, zieke auto van Hallo, ik kom met Piet aanraden. Die tikt dat even in op een systeemje. Ja? En dan zetten ze, weet ik veel, bloedgroep A en dat soort dingen allemaal klaar. Nou, dat gaat dus mis. Ja. En nogmaals, het zal in Nederland niet in heel veel gevallen misgaan. Maar we weten zeker dat er hier en daar wat mis zal gaan. En ik zie dus een psychologische paniek ontstaan. Ja, maar nou, u heeft nou wel duidelijk gemaakt wat er allemaal uh, mis kan gaan en zo. En uh, waarom dat zo heel erg is en waarom van het een het ander komt. Uh, en u pleit ervoor, uh, ja, u heeft een soort Millennium, millennium Burgercomité uh, opgericht. Ik vind dus dat deze programma van dat soort Ieder comité. bedrijf moet zeggen, vanuit de directie moeten ze zeggen, of vanuit de mensen zelf moeten ze zeggen, kijk, er komt het millennium aan, wij vormen in dit bedrijf een millennium comité. Ja. Drie mensen, die en die stappen naar die directie toe en zeggen, goh, wij willen hier eens even met je over praten en met elkaar. En die beleggen een avondje, die zeggen, jongens, als nou het millennium komt, hoe zit dat? He, hoe zit dat met vliegen? Gaan we op vakantie? Gaan we niet op vakantie? Uh, uh, stel dat het bedrijf, en daar, heb ik, dus, daar geef ik lezing over... stel dat het bedrijf 20% minder mensen, 20% minder geld en min, 20% minder afzet heeft. He, het is niet onre, onwaarschijnlijk als je bloembollen naar Peru verscheept of naar Polen. Nee? Hoe gaan wij daar als bedrijf daarmee om? Kunnen we dat? Soms kun je dat, of soms kun je dat niet. En dan ga je dus met de mensen erover praten. Gaat het dan mis? Dan zijn ze in ieder geval een beetje op de hoogte. Ja, maar dat zijn ze, dat zijn ze toch nu ook wel. En zeker uh, als er vanaf juni of juli een beetje een grootscheepse scheeps, campagne uh, daarover. Uh, nou, maar ik vind die campagne dus veel te laat. En nee, nee. veel te betuttelend, veel te paternalistisch zeggen van ja, oh ja, ja, wij hebben het dit voor geregeld. De Bukman hebben we hier in Amsterdam als, als beeld. Maar niet. Kijk naar je eigen situatie. Als burger, kijk naar je situatie. Als je ziek bent. Of als er mensen om je heen zijn die ziek zijn, medische zorg nodig hebben, erg afhankelijk zijn van vliegtuigen, van, ja, dan zou je je toch maar eens afvragen: als je nou toch een baantje hebt op Schiphol om toeristen spullen te verkopen. En het is duidelijk dat er een heleboel vluchten niet doorgaan. Ik wil nog een heleboel andere voorbeelden geven, maar het beeld is me nou wel ongeveer duidelijk. Maar u pleit er dus voor dat de, al die, die ellende die wordt uh, opgelost. door... Uh, die, uh, die wordt niet opgelost meer. Die wordt, de gewoon, de ver... wordt gewoon niet opgelost. Serieuze problemen. Ja. Nou, mooi. Ja, nou, nou, Niemand, jammer. Ja, en daarmee beëindigen we dit programma-deel over het millennium. Eerlijk gezegd was het op basis van Bert Nijmeijer, die gewoon binnenstapte in de studio en zei: Goh, ik moet een verhaal schrijven over het millennium. Leg het me nog eens uit. Dus het werd een beetje monoloog. Maar we moeten ook eerlijk toegeven: de laatste dagen zijn we met dat referendum allemaal zo druk geweest dat we me kwalitatief ons excuseren voor een iets mindere kwaliteit. We hebben ook Holland Experience een beetje in de steek gelaten vanmiddag. Maar dat gaan we goed maken door je nu iets te laten zien van wat vanmiddag gebeurde: een homohuwelijk in het oude stadhuis.